Vandaag laat ik zien hoe je met je Loom de shuffle armband kan maken. En je ziet dat deze armband echt heel erg cool is. Hij lijkt een beetje op de Claire Willis armband. Die is de Willis armband, of hoe die ook weer heet. Dat is een ontwerp van Claire Swears. Maar dit is de shuffle armband, die lijkt er een beetje op. Maar dat is een ontwerp van Rainbow Loom en je maakt hem met een aparte verlenging erbij. En vandaag ga ik hem precies in deze kleuren maken, in de regenboog. En daarvoor heb je nodig 27 rode elastiekjes, 21 groene, 18 gele, 18 blauwe elastiekjes, 18 oranje en 9 paarse. En verder nog een C of S-clipje. We gaan beginnen. Zorg als eerste dat de rij met de pinnen helemaal gelijk staan. En de pijl van je Rainbow Loom wijst van je af. Of anders, als je geen rode pijl hebt, dan moet je zorgen dat de openingen van alle pinnetjes van je afwijzen. En ik raad je aan om een metalen haaknaald te gebruiken. En zeker als we deze kleine rare deeltjes gaan maken. Ik noem het maar, straks in de video ga ik het matjes noemen. Goed, we gaan beginnen. Als eerste gaan we met rood. We maken de hele armband met enkele elastiekjes tegelijk. Dus je pakt een enkel rood elastiekje en je gaat eerst vanaf het midden schuin naar het tweede linkerpinnetje. En nu ga je weer vanaf het midden schuin naar het tweede rechterpinnetje. En nu ga je weer terug naar het midden. Even dit naar beneden duwen. En dan ga je 1 naar het tweede middelste pinnetje. En dat wordt dit stukje. En nu gaan we ons allereerste matje maken. En dat maken we ook weer met rood. Daarvoor, als je zo werkt zoals ik, ga je aan elke kant, de laatste 3 pinnetjes, ga je 1 keertje omhoog. Als je zo werkt, zou je eigenlijk een rijtje onder elkaar maken. Dus bij links ga je 1 keertje naar voren. In het midden 1 keertje naar voren. En we doen alles met enkele elastiekjes tegelijk. En nu ook rechts 1 keertje naar voren. Nu wordt het moeilijkste deel van elk matje. Ik draai hier voor mijn loom eventjes om. Dat vind ik wat handiger. Maar de rode pijl wijst nog steeds van me af. Maar ik leg hem eventjes horizontaal neer. En beginnen met het nu met de achtjes draaien. En dat worden al deze lijntjes van elk matje. En deze achtjes gaan we in totaal 6 keer doen. Dus ik leg alvast 6 elastiekjes klaar. Dus 3, 4, 5, 6. 6 rode elastiekjes. En je pakt je allereerste. En de achtjes gaan we over deze 3 pinnetjes verdelen. Over de laatste 3 pinnen. Waar deze verticale elastiekjes of... Ja, deze elastiekjes in ieder geval zijn geëindigd. Als eerste begin ik zelf bij het onderste pinnetje. En ik doe zo. En ik draai hem in een 8. Maar nu moeten we nog een keer in een 8 draaien met hetzelfde elastiekje. Dus even, ik pak even mijn haaknaald. Ik pak hem dan uiteindelijk even over met mijn vinger. Nu draai hem 4 in een 8. Dus je hebt 1 elastiekje om 3 pinnetjes in een 8 gedraaid. En duw het naar beneden. En nu gaan we dat in totaal 6 keer doen op deze 3. De tweede keer. Ik begin beneden. Ik draai zo over het pinnetje als een 8. Zo. En straks laat ik het eventjes in 1 keer zien, maar... Nu wil ik dit is een beetje moeilijk. Nu draai je hem, pak je hem weer. Je draait hem weer als een 8 en plaats nu voor op dit bovenste pinnetje. Ik hoop maar dat je het snapt. Nu gaan we verder, het derde achtje. Dus je begint hier. Je maakt een 8. Over dat pinnetje. Ik hou hem nu vast. Je draait hem weer een slag. Je plaatst hem nu om het linker pinnetje. Nu, ik zie dat ik... En als je vergeten bent hoeveel achtjes bij hoeveelste acht je bent, kan dat hier zien.
Hier zie je, dit zijn alle achtjes en het onderste elastiekje was deze. En je ziet dat hier 3 lusjes van die achtjes op zitten. Dus nu ben ik bij de 4e. Dus ik draai hem en ik zet hem erop. Ik draai hem als een 8. Ik draai hem weer en ik plaats hem op het linkerpinnetje. Je kan het ook op deze manier doen. Je plaatst hem het elastiek. Wacht, even, ik moet eerst eventjes iets zeggen. Sorry, ik kom niet zo goed uit mijn woorden vandaag. Het maakt niks uit of de elastiekjes overlappen, de achtjes. Ze hoeven niet per se heel mooi boven elkaar te zitten. Nou, vind ik. En dit is de andere manier. Je zet het elastiekje gewoon normaal op deze 3 pinnen. Je pakt je haaknaald en bij het middelste gedeelte pak je dat rechter elastiekje en die doe je naar binnen. En aan de andere kant heb je dat linker elastiekje en doe je daar naar binnen. Zo kan je ook een 8 maken. Dat doe ik nu nog een keer. Doe alles naar beneden, dit is mijn laatste. Het is ook overzichtelijker als je die elastiekjes had klaargelegd. Ik zet het normaal erop. Nu pak je dat rechter elastiekje en die doe je op het middelste naar binnen. En dat linker elastiekje doe je hem hier naar binnen. Onze achtjes zijn gedaan. En nu gaan we haken. Daarvoor hoef je loom niet om te draaien. Oké. Je ziet hier. Hier hadden we dat onderste elastiekje. Dit elastiekje hadden we geplaatst. Je gaat met je rug, dus met de achterkant van je haaknaald, ga je hier in al die 6 achtjes. Je pakt dat elastiekje. En je plaatst hem niet naar voren, maar je doet hem 1 pinnetje naar achter. En je ziet dat hij bijna van mijn haak afglijdt, dus dat kan niet gebeuren. Dat is dit elastiekje, die heb ik net gepakt, 1 pinnetje naar achter gezet. Hier ga je ook in het midden, ga je in al die achtjes, je pakt dit ene elastiekje. Niet naar voren haken, maar die laatste 1 pinnetje naar achter, dat was dit elastiekje. Nu gaan we in al die achtjes en pakken dit elastiekje. Hier gaan we in. Je pakt dat elastiekje en die plaats je 1 pinnetje naar achteren. Zo ziet het er nu uit. En nu brengen we al die lusjes van die achtjes over de pinnetjes heen hier naartoe. En het kan soms zijn dat je ook dit elastiekje meepakt, maar dat maakt niks uit. Kijk, je ziet het al. Oh ja, nu. Dus je brengt die lusjes over het pinnetje heen. Laat het gewoon op midden vallen. Je ziet dat ik dit elastiekje, je kan hem nog terug doen als je wil. Zo. Maar het maakt niks uit of die zo zit, want dat moeten we straks eigenlijk doen als je dat hebt gedaan. Hier doe ik het zo. Ik pak hem hier zo vanaf. Maar dit moet die kant op. En dit lusje moet er nog op blijven. Het is een beetje ingewikkeld zoals je ziet, maar uiteindelijk als je het door hebt is het heel makkelijk. Hier ook. Je haalt het zo van het pinnetje af. Uiteindelijk als je al die lusjes die ervan af hebt gehaald, krijg je zo een matje. En nu ik doe het weer even terug. Deze buitenkanten van deze 2 lusjes, de buitenste, doe je naar binnen. Dus hier. Dit lusje, de buitenste doe je over het pinnetje heen, naar binnen. En dit buitenste lusje, naar binnen. Zo. En nu tillen we het hele matje over dit pinnetje hier naartoe. Dus je pakt hem vast. Je tilt hem helemaal dit hier over het pinnetje heen. En nu hoeven we alleen maar deze 3 lusjes te verplaatsen naar 1 pinnetje terug. Dus de middelste halen we ervan af en die laat je eigenlijk gewoon vallen. Dit lusje pak je met je haaknaald. Zorg dat die niet van af gaat, want dan ben je de klos. En die doe je ook 1 pinnetje naar voren. En deze ook, haal hem eraf en plaats hem 1 pinnetje terug. Dat is het allereerste matje en ik hoop echt maar dat je het snapt, want dat is juist het moeilijkste van de armband. Nu gaan we het volgende matje maken en dat begint weer met een rijtje van 3. En we beginnen waar
ons deze lusjes zijn. Dus een rijtje hier. Ik bedoel een elastiekje daar. Daar en nu. Ik begin natuurlijk met oranje, want het is rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Maar er is natuurlijk ook nog een regenboogkleur met roze. Heb je dit. Hier doe je naar achter en we gaan weer 6 achtjes maken. Dus ik leg die elastiekjes klaar. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Pak het eerste oranje elastiekje, of in welke kleur jij maakt. En als eerste doe ik hem zo. En ik draai hem in een 8. Ik draai hem nog een keer en ik plaats het zo. Maar nu doe ik hem... Misschien hoor je gekam, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Zo, je plaatst hem als eerste een 8. Ik pak hem weer over. Draai hem nog een keer als een 8. Over die 3 pinnetjes. Dit was een beetje onduidelijk, vind ik zelf. Nu doe ik het op de manier die ik net liet zien. Ik doe hem normaal over deze 3 pinnetjes heen. Pak mijn haaknaald. En hier het rechter elastiekje doe ik een pinnetje hier. Naar binnen. En het linker elastiekje doe ik hier. Dat vind ik zelf toch ietsje makkelijker. Ik zie dat dit mijn derde is. Dus ik doe hem erop. Het rechter lusje naar binnen. Het maakt ook niets uit of je eerst het linker lusje naar binnen doet. Ik doe meestal eerst het rechter lusje. Zo, nu ben ik bij mijn vierde. En als je ziet dat ik hem niet echt goed boven plaats. Maar dit kan je eraan zien welk elastiekje dat is. Doordat dit recht is en het verder alleen maar achtjes zijn. Dus ik deel dit ook weer zo. En nu mijn vijfde. Zo. Dit vind ik wel een makkelijke manier. Een beetje naar beneden. En nu mijn zesde. Nu doe ik als eerste de linkerkant, dat maakt niks uit. En nu de rechter. Zo, en nu doen we weer deze elastiekjes naar achter brengen. Dus je gaat in al die 6 lusjes van die achtjes. Je pakt het elastiekje en die breng je hier 1 pinnetje naar achteren. Ook in het midden. En daarom ook die ijzeren haaknaald, want als je plastic gebruikt... Er zit veel spanning op die 6 lusjes om naar achter te duwen. Dus het kan zijn dat je een plastic haaknaald daar van de rug van breekt. En de rug is de achterkant. En dan breekt je hele haaknaald. Zie je ook. En dan dit naar achter. Oké. En nu gaan we al deze achtjes over het pinnetje inhalen. En dit... stukje die zo gaat, mag ook meegaan. Zo. Dus dit komt ook al gelijk mee, dat mag. Zo. Alleen deze moet wel even terug. Zo. En zo. En nu, als deze nog zo was, moet je deze buitenkant naar binnen doen. En... deze. En nu tillen we dit matje over het pinnetje heen. Zo, neem alles mee. Nu gaan we de lusjes verplaatsen. Deze haal je eraf en die kan je gewoon loslaten. Deze kan een pinnetje terug. En bij deze ook. Zo. En ons oranje matje is ook gemaakt. En nu de gele. Ja, eventjes na checken. Rood, oranje, geel. Dus nu maken we weer onder elkaar als je zo werkt. En zo naast elkaar. Maak in ieder geval een rijtje. Met enkele gele elastiekjes. Zo. De gele moeten boven die oranje lusje zitten. Doe het hier naar beneden, want we gaan er 8 maken. En het worden er 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan pak ik er bij. 6. Zo, 4, 5, 6. Ik pak de eerste elastiekje.
ik begin onder, dat vind ik makkelijker. En ik draai hem zo in 8. Pak ik die bovenkant weer op. En draai hem weer in 8. Eén elastiekje. Nog een keer. Zo. Draai hem in 8. En hier. Oh. Dus in 8. En hier draai ik hem ook in een 8. Twee achtjes. En nu doe ik het weer op die andere manier. Een enkel elastiekje. Deze kant doe ik naar de andere kant. En deze haal ik over het pinnetje. Nog een keer. Op deze manier nogmaals nog wat makkelijker. Die achtjes draaien is soms wel een beetje moeilijk. En zeker als er al veel elastiekjes op dat pinnetje zitten. Dus ik doe dit even naar beneden. Zo. Mijn ene laatste. Dat is mijn vijfde. Zo. En nu de laatste. De zesde. Oké. De achtjes zijn gemaakt. En nu gaan we... Sorry voor het geluid. Nu gaan we weer... Deze elastiekjes 1 pinnetje naar achter halen. Ga in deze 6 lusjes. Pak dat 1 elastiekje en haal die zo. En breng die. Sorry, hand zat ervoor. En je zag dat hij losliet, maar gelukkig zat hij nog een pinnetje, dus ik kan hier ook niet in. Ga hier ook weer in. Pak dit enkele elastiekje en die haal je naar achteren. En hier ook. Zo. En nu breng je de achtjes over dit pinnetje hier naartoe. En dit elastiekje, hier ook een beetje meer naar onder. Dit elastiekje mag je natuurlijk, als dat hij zo gaat, meenemen. Want dat moet je zo toch weer doen. En dit eraf. En... Je ziet, sorry, mijn haaknaald zit erin vast. En je ziet hier dat ik ook al gelijk deze heb meegenomen. Als ze bij jou nog zo zijn, dan doe je dus weer de buitenkantjes naar binnen. Dus daarom maakt het niks uit als je die al gelijk meeneemt. En dan pak je hier het midden op en die breng je 1 pinnetje meer. Ik zie je nog een lusje over heb. Dus zodat hier geen lusjes meer op zitten. Dus ook dit elastiekje nam je mee. En nu gaan we alles weer 1 pinnetje terugzetten. Deze buitenkant kan 1 pinnetje terug. En deze buitenkant ook. Rood, oranje, geel. En die is groen aan de beurt. Alweer ons 4e matje. En eigenlijk doe je dit helemaal door. Totdat je hele bord vol is. En ik zou vertellen dat je merkt als je klaar bent. Dat je uiteindelijk niet meer kan. En deze 3 laatste pinnen blijven over. Dus als je het goed hebt gedaan. Moet je zorgen dat deze 3 pinnen overblijven. Want je kan geen ene meer bijmaken. Dan heb je geen plaats meer. Dus nu is groen aan de beurt. Dus maken we een rijtje. Het is natuurlijk het allermakkelijkst. Gewoon een rijtje maken. Zo. En doe het hier naar beneden, want we maken weer achtjes. Doe ik met een haaknaald. Dus leg weer de stukjes klaar. 1, 3, 4, 5, 6. Pak je eerste elastiekje. En dit is zo. Ik begin onderaan. Ik draai hem in een 8 vorm. En ik draai hem nog een keer. Zo, en dit elastiekje doe ik weer even terug. Dit lusje. Zo. En dat vind ik zelf wel het irritantste, dat je steeds die achtjes moet draaien. 3 pinnetjes, want dit is een normale 8, zoals je gewend bent. Maar nu moet je nog een achtje draaien.
En dat is eigenlijk zo vervelend hieraan. En ik tel dat ik 2 achtjes heb gemaakt. En ik zie ook nog dat ik 4 elastiekjes over heb. Dus daarom is het ook handig om ze klaar te leggen. Want dan weet je precies de hoeveelste dit is. Zo. Nu mijn 1 na 1 laatste. Dit elastiekje moet weer terug. Oh, ja. Dit is mijn 1 na 1 laatste, zeg. Noem ik het maar. De allerlaatste doe ik weer op die ene manier. Dat ik hem normaal opzet. En ik pak mijn haaknaald. En dit lusje til ik zo. En dit lusje til ik zo. En nu gaan we de achterkant deze elastiekjes naar achter brengen. Je gaat in die 6 lusjes. Pak dat elastiekje en die breng je pinnetje. Oh, ik dacht dat ik hem erop had. Een pinnetje naar achter. En ik kan er afglijden. Dus gaan we met de rug, de achterkant, erin. En niet zo. Dan pak je ze juist vast. En dan bij mij blijft mijn haaknaald meestal vastzitten. Dus ga erin. Pak het elastiekje. Breng naar achter. En deze ook. Bij groen vind ik het eerlijk gezegd het makkelijkst. Ik weet niet, maar ja. Deze gaan toch beter meer naar achter strekken. En haal dit weer over het pinnetje. En dit elastiekje mag meekomen. Het geldt ook zo uit de andere buitenkant. Ik haal het er zo van af. Alleen moet wel zorgen dat dit elastiekje nog gewoon goed op blijft. En nu als laatste deze. Maar alleen mijn haaknaald zat weer bijna weer vast. Doe de buitenkantjes dus weer naar binnen. Maar dat, je ziet al dat ik dat nu al heb. En nu til je het hele matje, zoals ik het noem. Hier vanaf in het midden. 1 pinnetje naar voren. En dit laatste lusje moet ook nog even mee. En we verplaatsen die 3 lusjes weer. Dus de eerste, de middelste laat je gewoon af en doe je naar de volgende. En zo. Dit is ons 4e matje. En ik weet niet hoeveel we bij elkaar hebben. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matjes kun je maken op het bord. En dat zie ik ook. Dus 1, 2, 3, 4. En voor elk matje hebben we 6 pinnen nodig, zoals je ziet. Dus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier eindigt, dit is de laatste waar die op komt. En dan zie je dat deze 3 overhouden. Dus dat klopt. Dat is rood, oranje, geel, groen. En nu gaan we met blauw verder. Ik weet niet zeker of ik het alles laat zien. Want jullie hebben het nu al 4 keer gezien. Maar als je het niet snapt, kan je natuurlijk ook weer even terugspoelen. Maar ik laat deze in ieder geval nog wel even zien. Dus maak weer een rijtje. Ik doe het hier allemaal naar beneden. En leg alvast 6 elastiekjes klaar. Dus 1, 2, 3, wacht even, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. Maak weer 8'tjes. Zo. Draai. Oh, nee, dat was geen 8. Zelf doe ik het zo, draaien. Zo. Doe mijn vinger tussen en draai. En doe mijn vinger weer tussen. Oh, en hij valt weer om. Ik kom hier achter. Dus ik doe het zo. Zo, erop. Ik draai met mijn vinger. Hou dit er zo op. En dit. Dus mijn 2e zie ik vanaf de zijkant. Oeh, hij viel bijna weer om. Dat is niet de bedoeling. En anders doe het maar op de manier die je net deed zien. Zo, en de laatste. Dus alweer, dit is, gaat wel op het allersnelst. Is 6. En nu ga je weer in met je haaknaald. Dit breng je allemaal achter. En als je nu. En nu merk je vast wel dat het best wel makkelijk gaat met die matjes. In het begin lijkt het best wel moeilijk. Dan zie je dit en denk je, hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Maar hoe meer het je maakt, hoe makkelijker het wordt. Zoals je merkt. Zo. Ik kan er gewoon zo neer. Ja, zo af. Zo. En de laatste. En
je ziet al dat dit bij mij allemaal naar binnen is gegaan. Maar dat moet je anders wel nog even doen. En dit hele gebeuren, dit matje, til je over dat pinnetje heen. En nu breng je alles weer één pinnetje naar voren. Dus deze. Dit breng je naar voren. En dit. Zo. 4, 5. Zo. Ik laat het volgende ook nog even zien. Waar is Shelly? En nu. Sorry, je hoorde op de achtergrond iets, maar niet op letten. Zo. Een rijtje. Zo, een rijtje. Sorry als je wat geluiden zijn stem op de achtergrond hoort. En nu maken we achtjes. Dan moet je echt niet op letten hoor. Zo. En je hoort nu ook de oven. Hoi. Ja, je ziet eventjes dat ik eventjes ben verhuisd ergens anders naartoe. En ik wil je ook eventjes voorstellen aan mijn vriendin, die er vandaag ook soms eventjes wat dingen zegt bij het filmpje. Eerst was ik natuurlijk alleen maar dit aan het maken. Maar ik kan ze zich even voorstellen. Hoi. Nou ja, je ziet ook even dat ik die paars heb afgemaakt. Maar nu gaan we verder met rood. En dan maken we weer een rijtje van 3. En mijn vriendin gaat straks het L'tje uitleggen. Toch? Mm-hmm. Zo, dan doe je dit naar beneden. En gaan we natuurlijk weer achtjes maken. Zo'n 8. Ik hoop dat je het nu goed snapt. 1. 2. 3. 4. En nu doe ik weer die ene manier die ik net ook aan jullie had laten zien. Ja, nu pak ik weer een andere haaknaald. Dan doe je deze dingen weer naar binnen. Ik was even de tel kwijt. 1. Je kan het dus hier aan de zijkant zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nu de 6 erbij. Oké. Nu pak ik even die andere. Rood past wel goed bij rood. Nu pak je. Ga je hierin. Pak het elastiekje. Ga je zo. Deze pak je erbij. En ik zie dat we hierna nog 3 gaan maken. Wacht even. 1, 2, 3, 4 nog zelfs. Maar die 4 laat ik eventjes hierna niet meer zien. Het filmpje mag niet te lang worden. Anders kan je eventjes terugspoelen. Dit is de laatste mat, zoals ik het ook noem, die ik jullie laat zien. Nou, dit vind ik wel een hele mooie. Ja, deze vind ik wel mooi. Dus dan heb je dit en nu doe je weer de buitenkant naar binnen. En nu til je dit hele gebeuren hier naartoe. En nu kan je het zo loslaten. En normaal was ik altijd met mijn vriendin Sophie, maar helaas, we konden niet meer samenwerken. Oké, nu zet ik de video op stop en dan gaan we de andere maken. Doei! Hoi! Oké, we hebben alles gedaan. En je ziet inderdaad ook dat de laatste overige 3 pinnen over zijn. Nu hoeven we alleen nog maar eventjes iets dicht te maken. En dan doen we eigenlijk hetzelfde als dit, maar dan aan de andere kant. Dus ik draai mijn loom weer zo. Dus dat de rode pijl de openingen van de pinnetjes van ons afwijzen. En nu pak je één groen elastiekje en je gaat vanaf dit pinnetje naar binnen. Linkerpinnetje. Rechte pinnetje waar dat lusje was, naar binnen. En nu, of dit pinnetje, eentje naar voren. En nu doen we hier aan het eind een cap-end van 2 ringen. En dat mag mijn vriendin nog even maken. Oeh, sorry. iPad viel bijna om.
je 1 en 2. En die zeg je dan zo pro. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, je kan het wel zien. Ja, is nog een beetje wennen voor die camera natuurlijk. De haakveld. Op de pin. Ja. En nu kunnen we gaan beginnen met haken. En daarvoor draai je loom om. Zodat je er met je haaknaald in kan. Hier was die capband. Die doe je naar achter in het bovenste elastiekje pakje. En dat is deze naar voren. Dan ga je hierin. Weer terug. Oh, sorry. Pakt de bovenste en die haak je naar links. Nu weer de bovenste pakken. Die gaat naar rechts. En ik haal deze pakjes een beetje uit de weg. Dat is beter. Nu leg ik hem even zo neer. En we gaan nu deze rand haken. Maar je denkt, we hebben geen elastiekjes zo geplaatst. Maar dat worden deze lusjes. Van elk matje, zoals ik het maar noem. Dus je gaat hierin. Je pakt het groene elastiekje. Wat je niet haalt, je naar voren. En het ziet er zo uit. Je gaat hierin, pak deze gele. En die haak je naar voren. Dan ga je deze gele. Pak die oranje. En als mijn vriendin wil, mag zij de rest af de rechterrij. Of de midden. Oké, ik was hier gebleven. Ja, soms praat ze een beetje, maar het is ook anders. Normaal was ik met mijn andere vriendin, maar ze gaat nu naar de middelbare school, dus heeft minder tijd om te filmen. En we hebben het al heel lang niet meer gedaan. Een maand geleden was ons laatste filmpje. Dus je pakt eigenlijk steeds dat ene lusje. Vriendin gaat straks de middelrij doen, die is eigenlijk ook het makkelijkst. Maar niet dat zij nog geen ervaring heeft, zij kan ook wel heel goed loemen. Toch? Ik ben niet zo goed in 3D, maar zij juist wel. En dit was de linkerrij. Dan gaan we weer even zo. En nu ga je hierin, pak dat elastiekje en die haak je nu naar het midden. En nu gaat mijn vriendin de middenrij doen. Oh, wow. Dit is meer. Ja. Heb je die? Oh, die heb je al gedaan. Nee, heb je nog hierin. Ga je daarin. En dan pak je de groene. En dan doe je hem overheen. Doe je het matje naar achteren, pak je de gele, doe je daar. En dan weer zo. En dan gaat het maar door. Ja, en dat gaan we helemaal haken. Totdat we bij het einde, tot het laatste pinnetje zijn. Soms kan ik nog even verschuiven of zo. Het is natuurlijk een beetje wennen. Zo. Oh, sorry. Dit. Maar ja, ze snappen natuurlijk wel wat je bedoelt. Dus... Oh nee, wacht. Je moet die gele hier nog doen. Goed dat ik het nog had gezegd, want anders was het een probleempje geweest. En dan pak je weer de gele. De oranje. De oranje. Ja. Ach ja, het is ook een beetje wennen voor de eerste keer voor de camera filmen. Dit laatste elastiekje pak je. En die haakje. Oh, dat was het matje. En dan doe je die... Naar voren. Zo. Ja, het is ook best wel moeilijk om met de camera rekening te houden. Dus, nou, niet zoveel uit. Maar je snapt natuurlijk ook wel wat ze bedoelt. Nu de rechterkant. Gaat hier, oh, sorry. Een beetje haaknaald. Dit haak je alles naar voren. Net zoals, dit is eigenlijk precies hetzelfde als de linkerrij. Ik hoop dat die matjes bij jullie een beetje waren gelukt. Want het is niet de allermakkelijkste armband die je kan verzinnen. En ook niet de allersnelste. Maar als je eenmaal door hebt hoe je dat doet, is het heel makkelijk. Dat hebben jullie vast wel gemerkt. Ik doe hem heel even terug. Oh, nou ja. Ja, heel even terug. Oh, er was niks aan de hand. Maar dit lijkt dan net of het niet aan elkaar vast zit, maar het is wel zo. Zo, we zijn ook bijna klaar met de armband. En dan kan je alvast een rood elastiekje gaan pakken. Het laatste, die gaat hier naar het midden. Dus je pakt een rood elastiekje. Dank je. En je steekt je haaknaald eerst door al deze hierheen. En als je de echte video van Claire van de Rainbow Loom... Nou, eigenlijk weet ik niet eens wat de echte video is eigenlijk. Ik zeg maar gewoon, ik zet maar eventjes... Oh.
je echt de video wil bekijken. Nou, ik doe het in ieder geval anders. Volgens mij, want toen de video toen ik hem voor de eerste keer wilde leren maken, toen was het ook anders. En die was toen Evelien Moreen. Zo, heb je dit en nu kan je armen ervan afhalen. Ik hoop maar dat alles goed is gegaan. Ik denk het wel, toch aan? Ja. Ik doe eerst de zijkantjes. Dat is het handigste om te doen, want je kan het. Het is het beste als je gewoon van links naar rechts gaat en het gelijk zo eraf doen. Zo, onze arm is er van af en zo komt hij er van af. En je kan hem een beetje in model door al deze kwastjes. En ik heb gewoon van die rare namen. Door al deze dingen, maar ik ben eigenlijk heel snel tevreden. En nu kunnen we de verlenging maken. En omdat hier deze lusjes rood zijn, maak je de verlenging in het rood. Maar je kan eigenlijk misschien ook wel de verlenging in het groen maken. Wacht even hoor, ja? Emma! Ja, stil! Nee, want ik ga nu weg. Oké. Okay. Sorry. Sorry. Oké, dit is de armband. Wil Amber de verlenging maken? Wil jij dat? Oh. De rode pijl moeten we van je afwijzen. En het is eigenlijk gewoon een rijtje van 6, maar met enkele stukjes. Ja. Nou ja, ik weet niet. Oh, ja, ik zal eventjes het bakje pakken voor je. Ja. Oh. Waar begin? Maakt niks uit waar je begint. Midden. Oh, even naar beneden doen. Wij beginnen vanaf de rode pijl, maar je mag eigenlijk elke rij gebruiken. Je mag zelfs in het midden beginnen. Als de rode pijl maar van je afwijst. Wij maken een rijtje van 6, maar misschien heb jij wel een bredere pols. Of diegene van wie jij maakt, of juist wel smaller. En je kan het ook een beetje naar beneden drukken. Oh, sorry. Ik hou wel even vast voor je. Dit was. Oh, als het een beetje valt. Hier. En dan. En de laatste is 6. En 6. Ja, deze verlenging is in ieder geval voor ons wel lang genoeg. En als capband doen we deze twee ringetjes op je haaknaald. Dus ik doe hem eventjes zo op mijn vingers. En hij mag zo liggen. En het is handiger om hem niet zo te doen, één pintje, maar hem uit te rekken tot het volgende pintje. Zo makkelijk om te haken. En dan draai je loom om. Zodat de openingen naar je toe zijn. En jij mag wel haken als je wil. Zo. En dan pak je het op. Onderste. En doe je gewoon zo. Ja, je haakt gewoon alles naar voren. Dat is natuurlijk wel makkelijk. Net zoals de basisarmband. Ah ja, ik zie het clipje al. Want ik was hem bijna kwijt. Als je het allemaal stem hoorde en eerst ook toen zij nog niet was, toen nog aan de andere tafel zat, ik weet het, dan moet je er gewoon niet even op letten. We zijn klaar. Het enige wat je nu hoeft te doen is het clipje te bevestigen. En daarvoor doe ik zelf eigenlijk dit. Ik pak hem zo en ik doe dit ook op dit pinnetje. Dus ik verdeel die lusjes, zodat je het clipje makkelijker op kan doen. Zo. En nu kan je ook al gelijk de verlengingen afhalen. En hij zit ook al gelijk aan je armband vast, omdat die als capband was gegaan. En als je je nog herinnert, hadden we hier die twee ringetjes gemaakt. Van die capband van twee ringetjes. Die was hier. Die hadden we uiteindelijk met groen gemaakt. En toen met vriendinnen gemaakt, zoals je nog herinnerde. En die hou je vast. Nu zoek je de clip op. Dat is aan deze kant. En je clipt dat hier aan vast. En je armband is klaar en jij nog wel even omdoen om te laten zien. Oh ja, dan doe ik hem even hier. Om, de lijn nog weg. En dan nog één om je arm. Zo. En het maakt niet uit welke kleuren je gebruikt. Het is gewoon een heel leuk armbandje. Kan in alle kleuren. Ja, dat is het eigenlijk. En het past ook heel leuk. Mm-hmm. Nou, dit was het. Ik hoop dat je het leuk vindt. En ik hoop ook dat je een beetje gewend ben aan iemand anders. Maar ja, weet je, het maakt niks uit wie je uitlegt als het maar goed is uitgelegd. En dat is eigenlijk wel goed. Nou, dit was het en tot de volgende keer. Doei!